So Tim, big day. Have you got the letter? Good morning, Ambassador. Are you ready for the battle, sir? En daar zoefde Sir Tim weg in zijn Jaguar. De Britse topdiplomaat Tim Barrow, de vaste vertegenwoordiger van de UK bij de EU, overhandigt straks een brief van premier May aan Donald Tusk, de president van Europa. En dat is dan meteen het officiële startschot van de onderhandelingen over de Brexit. Maar wie heeft nu eigenlijk de beste kaarten? Hans Bevers, goedemiddag. Goedemiddag. Hans Bevers, hoofdeconoom van Peterkam. Ik zeg altijd Peterkamp. Ik weet ook niet waarom. De Zakenbank, ja, het is zover, hè. Dat betekent toch, als ik... Want ik weet niks over dat artikel 50, maar daar zit toch een tijdslimiet op, hè. Dat betekent toch dat over 2 jaar die onderhandelingen afgelopen zijn, sowieso. Ja, in principe is er inderdaad 2 jaar om tot een akkoord te komen, dus om de discussies tot een goed einde te brengen. Zo niet zijn in theorie de minder gunstige regels van de Wereldhandelsorganisatie van toepassing. Maar dat is toch heel slecht voor premier May en voor de Britten, want ja, dat betekent als ik onderhandel met jou over iets wat ik wil hebben en er zit een tijdslimiet op, ja, dan heb jij toch veel betere kaarten dan ik, want dan kun jij zeggen van oké, we hebben geen akkoord. Ja, inderdaad. En dat is een voorname reden waarom Europa tot nader orde de beste onderhandelingspapieren heeft. Nu, in theorie kan je die periode van 2 jaar nog wel verlengen. Maar dan is wel het akkoord vereist van ja, de Europese Raad en de lidstaten, de overblijvende lidstaten van de EU. Dus je ziet al van hier dat dat er inderdaad de druk op het VK heel hoog houdt. En heeft het VK ook troeven? Wel, ik denk inderdaad dat het VK natuurlijk wel kan uitspelen dat het misschien op fiscaal vlak een en ander kan doen, maar ja, de situatie of de budgettaire situatie van het Verenigd Koninkrijk indachtig, denk ik dat we dat ook niet moeten overdrijven. Dus forse belastingverlagingen voorspiegelen voor het Britse bedrijfsleven bijvoorbeeld, zijn in mijns inziens toch niet al te geloofwaardig. Uiteindelijk moet het budget nog kloppen. Dus ik denk toch dat het VK daar voorzichtig mee moet zijn. Dus ze kunnen dreigen met een soort belastingsparadijsmaatregelen. Geweldige grenscontroles, kunnen ze daarmee dreigen? Ja, dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van de onderhandeling. Het gaat over grenscontroles, maar er is veel meer natuurlijk. Het gaat over de uitwisseling van studenten en wetenschappers. Het gaat over landbouwsubsidies. Het gaat over visserijquota's, financiële diensten, productstandaarden. Of de werkvergunning van topsporters. Noem maar op. Dus er is zoveel dat er bij die onderhandelingen komt kijken. En dat dus allemaal afhandelen op een periode van 2 jaar lijkt nagenoeg onmogelijk. Zeker als je weet dat bijvoorbeeld het CETA-handelsakkoord tussen Europa en Canada maar liefst 7 jaar in beslag nam. En dus hoe langer die negotiaties aanslepen, hoe groter de kans mij ook lijkt dat bepaalde bedrijven die nu in het VK gevestigd zijn, maar die dus wel hun activiteiten toespitsen op de Europese markt, dat die erover zullen nadenken om een stuk van hun activiteiten, misschien een heel bedrijf, over te hevelen naar de Europese Unie. Ja, dus de klok tikt geweldig in hun nadeel. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. En ook trouwens vanuit Britse hoek, voornamelijk dan vanuit conservatieve strekking, is er ook een bepaalde druk om dit zo snel mogelijk af te handelen. Dus ook vanuit die kant staat de Britse regering onder druk. En als die deadline van 2 jaar niet gehaald wordt, wat volgens u zeer waarschijnlijk is, dan komen we in een andere, nieuwe onderhandelingspositie terecht waarbij de andere regels gelden. Hoezo die zijn in het nadeel van de Britten? Ja, nee, in principe hebben zowel Europa als de Britten er alle belang bij om de onderhandelingen zo vlot mogelijk te laten verlopen. Want uiteindelijk, Europa zal er ook niet bij winnen dat dit tot een absoluut kookpunt komt. Zoals ik net zei, de minder gunstige tarieven van de Wereldhandelsorganisatie zullen dan van toepassing zijn. Maar de kans is toch redelijk groot dat er zal gekomen worden tot een verlenging van de negotiaties. Maar dan is het wel het akkoord nodig van alle lidstaten, ook van de Europese Raad. En dat zal voor Europa natuurlijk ook nog een belangrijke en een moeilijke uitdaging blijven. Ervoor zorgen dat Europa niet uit elkaar gespeeld wordt. Want je zit nog altijd met 27
overblijvende lidstaten. Hoe ga je ervoor zorgen dat die rangen gesloten blijven? En dat natuurlijk is dan weer een troefkaart ook voor de Britten natuurlijk. Of een nadeel van Europa dat die eensgezindheid soms ver te zoeken kan zijn. Dat is zeker een risico. Er is dan wel iemand aangesteld, een Belg nota bene, die erover moet waken dat de lidstaten niet uit elkaar moeten gespeeld worden. Die een soort van tussenpositie speelt tussen de Europese Raad, de Commissie, het Europese Parlement en de lidstaten. Maar ja, het lijkt er wel op dat het constant verzoenen van verschillende posities. Sommige landen hebben grotere handelsbelangen met het VK, andere minder. Dus dat lijkt in ieder geval een zeer moeilijke opdracht te worden voor Europa. Ja, en de Britten, het zijn gehaaide en geoefende onderhandelaars, hè? Inderdaad. Dus we mogen ons niet uit elkaar laten spelen. De onderhandelingen voor de Brexit eindigen officieel dan over 2 jaar. Maar dat lijkt onwaarschijnlijk, die deadline, dat die gehaald wordt. Dankjewel, Hans Bevers. Geen dank.